Weet je, even, heel even heb ik hem binnen gehad kunnen laten eten, maar direct hem naar binnen moeten trekken door het keukenraam. Hallo allemaal. Ik ben Ewen. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Oprecht een goede middag, want ik ben laat. Ik kom ook net uit mijn bed rollen. Maar dat heeft ook zijn dingen. Ja, ik bedoel, dat komt ook ergens door, ja. Jullie weten dat Karin hier was. En dat het laat is geworden. Ook afgelopen nacht weer. En dat ik vanochtend vroeg wakker werd. Nou, jee, ik zag het geheel van de hoofdpijn. En het zat me aan deze kant op mijn nek. Oh, ik kon amper wat doen. Ik denk, ja, ik had vanochtend Rijka even in de tuin gelaten. En daar zat Kandalf. Maar die was gisteren nacht en gisteren de hele dag niet binnen geweest. Ja, even, heel even heb ik hem binnen kunnen laten eten. Maar toen heb ik hem naar binnen moeten trekken door het keukenraam aan zijn nekvel. Nou, dat is zielig. Dus nou heb ik vanochtend met een plakje worst binnengekregen. En ik heb hem naar boven gedaan en hij is lekker bij me wezen slapen. Heerlijk, ja. Maar in ieder geval, het begint nou te zakken. Ik moet dus vandaag de boel opruimen. Oh ja, en ik wens jullie natuurlijk weer eerst een hartelijk welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beesten. Vergeet ik helemaal, ja. Maar oké. Karin die thuis, die heeft net ook al een telefoon gehad, die is er ook nog maar net uit. Logisch. En ik moet vandaag dat opzien te ruimen. Het ziet er niet uit zoveel ben. Dat staat al in elkaar, maar het moet wel even opgeruimd worden en weer schoon en netjes. Dus dat gaan we straks even doen. Ik ga nou even met Rijka lopen. Ik moet er nodig uit en daarna, als ik terugkom, maak ik een broodje klaar, koffie maken. Koffie maak ik nou wel doen, want dan is het lekker. Kijk, ik gelijk zometeen opdrinken wanneer we thuis komen. Ja, dat doe ik wel vaker. Dan heb ik dorst. Ik denk, weet je wat, ik maak toch van de koffie, nu zal ik de stekker erin willen. Ik ben recht, dus moet je rechts doen en niet links willen gaan doen. Kijk, zo meteen water opzetten, terwijl ik me klaarmaak, koffie. En dan tenminste op drinken wanneer ik terugkom. Ja, dan hoef ik niet te blazen of wat dan ook. Ja, maar in ieder geval, en ik moet eens een kwartiertje dat ik terug ben. Nou ja, wanneer drink jij je koffie op? Moet toch afkoelen, hè? Dus, maar in ieder geval, ik ga lekker de hardop eventjes met haar even lopen. Langs de gracht en ben ik ook zo weer thuis. Komt goed, lieve vrienden. En ik krijg vandaag ook hulp van Karin vanwege mijn intro, ja, en die komt dan ook gelijk online, dus happy, helemaal happy, helemaal happy, ja, ja. Nou, lieve vrienden, geniet ze, het is hier al grijs, grauw en triest en donker, maar het is, ja, wel, het ziet er wel benauwd uit, want de mensen lopen gewoon zo. Dus ja, dan zal het wel benauwd of warm wezen. En we lopen er een paar langs met doekjes, oké, dat helpt niet, maar doet het niet. Zeg, lieve vrienden, geniet ze. Tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, we zijn natuurlijk alweer reeds thuis. Ik heb alweer een tweede bak koffie. Ik heb mijn broodje en dieren al eten gehad. En wat Rijka wil weer eens niet. Nee, die is weer een beetje van slag. Hé, ja. Maar ze hebben wel lekkere honger, hoor. Ja. Nog eigen eten laat ze dan staan, maar ze zit te bevelen bij jou. Ken je dat? En dat mag ze niet. Nee. Maar oké, ik ga ook zo meteen, als ik klaar ben met jullie te praten, ga ik de beide intro's die we gisteren gemaakt hebben, Karin en ik, even naar mijn pc brengen. En dan zult het even in het groot meemaken, want ik heb het gisteren al in het klein gezien, maar ik wil het ook even in het groot met vol scherm zien. En met Karin er uiteraard bij, dat is gewoon leuk, even die geef ik... Die mag dan in mijn computer komen, ja. Dus ja, we zullen beleven. Ik ga er straks bellen en dan komt het allemaal wel weer goed. Dus zeggen, lieve vrienden, geniet verder. Doen wij ook aan deze kant. Tot later.
Ja, lieve vrienden, het is weer behoorlijk koud geworden. Ik heb me net even helemaal omgekleed, want het koude voeten, al vreselijk. Dat ik heb weer wat warmers aangetrokken. Ik bekijk het maar, ja toch? Want ik ben met Rijke uit geweest. Daar moet ik het nog steeds opruimen, maar ik ben druk bezig geweest met iets leuks te maken. Zowel op Facebook, maar ook voor jullie kijkers. Naar mijn kanaal, op mijn kanaal, ja, mijn volgers. Ik probeer steeds weer dingetjes uit. En ja, om dat allemaal uit te proberen, heel veel werk nodig. Ja, dat kost tijd, heel veel tijd. En hier loopt er eentje rond te fleuren, dat is onze Eowyn. Gandalf, die is binnen. Warempel, ja, die is met ons een blokje om geweest en die kwam mee naar binnen. Helemaal geweldig. Die ligt nou op bed. Waar? Nou, wat denk je? Hij heeft het denk ik ook koud. Hij heeft hetzelfde gedaan wat Rijker normaal doet. Onder het dekbed, aan het voeten. En. Nou ja, hij bekijkt het maar lekker liggen. Hé, hey, meisje. Ja, laat me jeuren, knos. Zo. Zo. Hallo allemaal. Ik ben Eowyn. Ja. Dus ja, die wilt eten hebben vanzelf, dat ik ga dat zo klaarmaken. En ik wens jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle avond. Geniet met elkaar, geniet van elkaar, doe leuke dingen. Wat dan ook, maakt niet uit. En ik zie jullie graag terug aan de andere kant van de nacht. Dus ik wens jullie ook een welterusten toe. Met mooie dromen. Dus tot dan!